In ons land wordt eten op 1000 verschillende manieren aangeboden, in de prachtigste verpakkingen en de mooiste reclames. Eten, eten, eten. Je komt het de hele dag tegen. Op treinstations, langs de weg, in de stad, bij de benzinepomp, bij sportclubs, in de kantine op je werk, op tv en internet en natuurlijk in de supermarkt. Niet makkelijk om in zo'n wereld gezond en niet te veel te eten. Toch zijn er wel kleine dingen die je thuis en onderweg kunnen helpen. Het is natuurlijk belangrijk om gezond eten te kopen. Kijk hiervoor naar onze video over gezond eten. Heb je ongezonde snacks in huis? Zet ze hoog in de kast, waar je er moeilijk bij kan. Of achteraan. Dan zie je ze niet meteen als je een kastje opendoet en kom je minder snel in de verleiding. Zet gezond eten juist wel vooraan en in het zicht. Zet bijvoorbeeld een fruitschaal op tafel. Dan neem je er makkelijker van. Zet tijdens de avondeten niet de pan op tafel, maar schep op in de keuken. Dan schep je niet automatisch nog een keer op. Zet de groente en salade juist wel op tafel, zodat je er makkelijker nog meer van kunt nemen. Neem je chips, doe wat in een bakje en doe de zak met de rest van de chips in de kast en laat het daar. Je eet dan niet zonder dat je het merkt de hele zak leeg. Ook onderweg kun je zorgen dat je niet zomaar ongezonde dingen gaat eten. Zorg bijvoorbeeld dat je altijd een bruine boterham, een stuk komkommer, een zakje ongezouten noten of een banaan bij je hebt, voor als je trek krijgt onderweg. En neem jezelf van tevoren voor dat je dat neemt als je zin krijgt in iets lekkers. Kom je dan langs kiosken met allerlei lekkers, dan sla je die kiosk over en eet je je eigen gezonde snack. Misschien koop je soms toch een snack. Koop dan de kleinste verpakking of vraag om de kleinste portie. Die is vaak al groot genoeg. Zo kun je met al het eten om ons heen toch gezond en niet te veel eten.